Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 januari. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik ben aan het wachten tot ze komen voor mijn internet. Omdat mijn internet er dus continu uitvliegt. De apparaten die verbonden zijn, die zijn continu vliegen ze eruit. Kijk, je telefoon die gaat nog op 4G als je dat hebt, maar de andere apparaten natuurlijk niet. Het is gewoon super irritant. Daar heb ik toen een paar keer voor gebeld en nu zeiden ze we gaan een monteur in de zetten. Mijn bril is vies. Dus ja, daar ben ik op aan het wachten. Maar ze komen tussen 12 en 2. Dat vind ik, ik hou nooit zo van dat soort tijdbestekken. Ik snap dat er een tijdbestek aan moet zitten. Maar ik haat wachten. Dus. Ik dacht, ik ga me maar gewoon vast klaarmaken. En dan ja, ga ik zomaar gewoon even aan de vlog werken. Want misschien krijg ik hem af. En dan kan ik intussen wachten tot ze komen. Gisteravond lekker televisie gekeken, Married at First Sight. 4 handen op 1 buik. Dat is ook wel heel bijzonder, want het was voor het eerst in de geschiedenis van 4 handen op 1 buik dat er een koppel, zowel man als vrouw, te werk ging. En dat was voor dit stel wel heel goed, want die jongen die wilde ook heel graag meer leren over kinderen en ook echt wat meer bijstand. Dus dit keer deden Victoria Koblenko en haar vriend of man het. Ik weet dat hij Levchenko heet. Dus achternaam weet ik niet. Maar die begeleiden hun dus nu samen. Dus dat was wel heel erg, erg leuk om te zien. Mooi gedaan. Echt wel een doorzet. Ook die man van Victoria. Want ze hadden de babykamer. Hij vroeg hoe ze met de babykamer. Ja, nog niet af. De vloerbedekking moest eruit. Er stond een oude bank in. Ja, hij zei gelijk, kom, laten we die bank er maar uit doen. En gelijk begonnen ze met sjouwen, vloerbedekking eruit. Ze hadden een wandje gewit, dus echt wel een aanpakker. Dat was wel heel mooi. Verder heb ik Glee gekeken. Dat was dan die aflevering waar ze de musical Grease deden. Wat ik zelf heel leuk vind, omdat ik zelf wel echt dol ben op Grease. Ik heb hem al 10 keer gezien, maar hij blijft wel leuk. Dus al die nummers zijn voor mij best wel herkenbaar, zeg maar. Ze hadden niet alle Grease nummers, niet alle bekende. En dat komt omdat ze Summer Nights, die hebben ze al in een eerdere aflevering gedaan. En het nummer van Olivia John, Hopelessly Devoted to You, die hadden ze dus in de aflevering voor die van Grease gedaan. Dus die was niet gisteren, maar eergisteren voor mij. Maar ik vond het wel heel leuk gedaan. En die kleding ook, zag er gewoon allemaal heel gelikt uit. En nou ja, Rex was ook leuk, maar dat is altijd leuk. Ja, ik ga nu maar gewoon eventjes aan mijn vlog werken en wachten tot ze komen. Want ja, voor de rest kan ik niet zo heel erg veel. Daarna ga ik lekker aan de schoonmaak. Maar ja, als ik de vlog al afkrijg, dan wie weet dat ik nog wat in mijn bullet journal kan doen. Het is nu gewoon even afwachten. Dus ja, het heeft niet zo heel veel zin om te gaan zitten duimen draaien. Dus ik ga dat gewoon maar eventjes doen. En dan ja, gaan we maar wachten totdat ze er zijn. Zo, de monteur is net geweest. Ik had nog even in bed kunnen blijven liggen. Want hij kwam daadwerkelijk om 2:15. Ze stuurde om 2:30 een smsje binnen. Nu in 30 minuten komt de monteur. Hij was er dus om 2:15. Het is nu 2:30. Ik heb wel de vlog al af. Hij, staat ook al op mijn computer. Dus dat is fijn. Ik heb een nieuwe modem gekregen. Ik vroeg ook aan die man. Het was dezelfde man als de vorige keer. Die het hier ook heeft aangesloten. Van, komt dit vaker voor bij deze modems? Hij zei, nou, hun hadden er nog nooit mee te maken gehad. Met het probleem, zeg maar, bij deze modem wat ik heb. Maar ik heb dus nu een nieuwe modem. En wat wel heel handig is. Misschien is dat bij andere providers ook. Dat weet ik niet. Bij T-Mobile is het zo dat je een QR-code hebt. Dus je kunt hem eigenlijk gewoon, zeg maar, zelf soort van scannen. En dan vraagt hij of je verbinding wil maken met dat wifi-netwerk. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dus ja, hij doet het nu weer. Dus op hoop van zegen dat het nu goed gaat. De andere modem, die gingen ze weer opsturen naar T-Mobile. Die gingen hem nakijken. Maar ja, goed, daar hoor je dus zelf nooit meer wat van. Al ben ik dan wel weer heel benieuwd. Zit nou daadwerkelijk ook echt een fout in? Ja. Excuseer, ik had het probleem. Dus nou ja, goed. We gaan ervan uit dat het nu goed gaat. Hij zei ook, volgens mij ben ik hier al een keer eerder geweest. Ik zeg, ja, dat klopt. Dus ja. Dat betekent dat ik nu zo eventjes mijn sopje ga maken. En aan de schoonmaak ga. Dat ik, als ik klaar ben, even nog kan knutselen. Want ik hoef verder niet. Alleen, ik heb het kapot. Ik heb de verwarming al aan. En ja.
Ik heb het nog steeds koud. Het is hier wel lekker warm, maar ik heb het gewoon koud. Dus ja, ik ga jullie er gewoon bij zitten. Ik ga het even doen en dan is alles weer klaar. Zo, kamer is schoon, heerlijk, gedweld, de vuilniszak is eruit, want die stonk. Ik heb hier roomspray gespoten, ik heb dus deze gekocht bij de Action, die heb je in de shoplog kunnen zien als je die hebt gezien. Die is echt heel lekker, ik gebruik hem dus nu voor mijn bank en ik heb ook wat in de kamer gespreid, echt heerlijk. Het fruit zit in het mandje. Ook wel leuk, het is een beetje donker alleen, het eigenlijk is er gelijk bij. Nu is het bijna 4:15, ik kan nog even wat in mijn bulletje nog gaan doen. Wat dingetjes tekenen, denk ik. En even wat schrijven misschien. En misschien kan ik nu die plaat plakken, want die zal nu wel droog zijn. En die andere, daar moet ik nog eventjes verder mee kleuren. Dus ik ga even nog wat doen. Want ja, het kan gewoon. Dus ja, wel lekker. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga jullie nu even niet bijzitten, want het komt zaterdag wel weer. Want anders is het ook elke week hetzelfde natuurlijk. Maar... Maar in ieder geval super blij dat alles weer schoon is. Het is ook wel een lekker gevoel dat de vlog klaar staat. Ik moet alleen even de was aanzetten, want ik heb de kleedjes van de katten erin. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. Zodat ik die ook vanavond kan ophangen. Want dan zijn die ook weer uitgewassen. Dus lekker bezig, zeg ik zelf. Zo, heerlijk op de bank geploft. De katten hebben net gegeten. Ik heb hun bakjes even ververst. Dus ik moet hier even afwassen. Hun hebben nu schone bakjes. En nu ga ik nog even lekker relaxen. Vanavond heb je een beetje veel televisie. Je hebt namelijk Ajax. En dat is een niet hele moeilijke pot als je het mij vraagt. Maar je weet het niet. Ook moeilijke potjes kunnen ineens vrij tegenvallen. Je hebt Help mijn man is klussen. Maar dit keer is het Help mijn vrouw is klussen. Wat ik wel heel interessant vind. En je hebt... Down met Johnny. Dus ik ga sowieso Help mijn man eens klussen kijken en Down met Johnny. En dan ga ik Ajax op de stream erbij zetten. Want volgens mij komt het toch niet wel op tv. Ik moet nog even 2 foto's opnieuw maken die niet goed gelukt waren. En dan even mijn artikel schrijven. En dan straks eten. En dat is mijn avond. Het is niet spectaculair, maar gewoon lekker bezig. Kijk nog even in de Vlaamse pot. Uiteraard Clear Rex, maar goed, ik vermeld het was dit, maar inmiddels weten jullie het wel. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Morgen heb ik wel een afspraak. Morgen zal het niet heel veel vloggen zijn, want ik heb om 3:00 de afspraak. Dus ja, dat is niet een hele interessante dag, omdat ik de middag dus even weg ben. Maar, nou ja, dikke prima. Het wasje draait nog, dus als die straks klaar is, kan die opgehangen. En dan ga ik bij deze zeggen gewoon tot morgen. Ik ga relaxen, ik ben eraan toe. Dus ik zie jullie morgen. Een hele goede middag. Het is donderdag 23 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje haast, want degene die altijd komt, die zei... Zullen we voordat we naar de therapie gaan alvast boodschappen doen? En ik was nog een beetje in mijn nachtmerrie, dus ik had het niet gezien. Maar goed, ik ben nu wel bijna... Ik ben nu bijna zover. Ik heb een nieuwe laarsje uit. Wat je even laten zien. Ik ben very happy ermee. Ik heb ook nog een truitje aan van de Primark. Zo zien ze er dus uit. Bij deze broek zijn ze top. Truitje. Dus nou, helemaal goed. Gisteravond lekker met programma's gekeken. Help mijn man is klussen hebben gekeken. Down met Johnny. Glee, Rex. Nou, is allemaal dik prima. Ik baal alleen een beetje dat de katten hier best wel hebben huisgehouden. Want er ligt echt overal troep. En ik heb het nu dus niet meer om stofzuigen. Maar goed, dat is even niet anders. Ik ga even mijn laatste dingetjes doen en dan ga ik zo weg. En dan zie ik jullie als ik weer terug ben. Zo, weer thuis. Al eventjes hoor.
kort maar krachtig deze dag. Ik zal je even de boodschappen laten zien. En vanavond moet ik foto's bewerken. Moet ik kijk Glee, Rex, ik kijk meester Frank Visser en dat andere programma, de Handhavers. Dus dat wordt mijn avond. Maar goed, de boodschappen. Ik heb een schnitzel bij de Aldi. Ik heb bij de Aldi ook nog een setje met ondergoed gekocht. Die was nu afgeprijsd. Dus een BH met twee broekjes. Ik heb cacaopoeder voor over mijn cappuccino. Daar was ik al een tijdje naar op zoek en die kon ik niet vinden. Dan heb ik champignons. Ik maak ze met een bami. Ik heb kuppensoep en ik heb heel veel. Ik was in verschillende supermarkten en toen hadden ze overal aanbiedingen. Dus ik heb alleen maar kip. Maar ik heb in totaal 5 pakjes. Dus alleen maar kip, kuppensoep. Boontjes. Ik heb weer de friet van oma. Ik heb spekjes. Aardappelschijfjes. Kattenvoer. Patat. Voor in de bami heb ik eventjes deze varkensschnitzels. Die moet ik zo even snijden. Gewone roer. Boter. Een pakje voor de bami. Slapinken. En ik heb 5 snijboontjes. En ik heb een heel staat douche die alle brokjes eruit aan het gooien is. Ik ga het zo even opruimen. Ik heb even lekker douchen, want ik heb het echt heel erg koud. Ik had ook nog wat andere aankoopjes. Dus ik zal het even laten zien. Ik heb een zoutlamp gekocht bij de Lidl. Die vond ik al heel erg leuk. Die hadden ze nu in de aanbieding. En ik heb een nieuw douchegordijn gekocht. Dus dat is deze. Maar die zien jullie later wel als ik hem heb opgehangen. En dit hele stoute poesje. Die hier weer een bende heeft gemaakt. En die hier alles eruit gooit, hè. Waarom doe je dat? Ja, waarom doe je dat? Nou ja, goed. Ik ga eventjes pyjama pakken en dan ga ik lekker onder de douche en dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga nu verder niks meer doen dan alleen nog maar even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. Het is 24 januari. Ik ben klaargemaakt en mocht je het je afvragen, ja, ik heb dezelfde trui als gisteren aan. Want deze was nog helemaal fris en ik had eigenlijk niet zo zin om naar boven te lopen, want ik had het zo gigantisch koud. Dat ik dacht, nou weet je, die trui die ruikt nog zo lekker. Ik heb er niet in gezweet. Waarom zou ik dan weer een schone trui gaan pakken als deze gewoon nog prima een dagje kan. En dat komt niet vaak voor bij mij. Gisteravond heb ik nog even een poosje met Nathalie gebeld. We willen eigenlijk volgende week of misschien die week erop weer eventjes een keer afspreken. Zij gaat nu iets minder werken. Dat hebben ze op haar werk aangegeven dat ze naar 3 dagen per week kan. Ook wel in verband met de zwangerschap, want het werk wat zij doet is best wel zwaar, zeg maar. Sommige onderdelen daarvan. En dat is gewoon beter dat ze dan 3 dagen per week gaat werken. Dus dan moeten we even brainstormen wanneer we gaan afspreken. Ik heb de handhavers gekeken. Ik vind het altijd wel interessant om te zien. Wat ik ook wel heel bijzonder vond, is dat ze waren aan het controleren in een binnenstad. Daar hadden ze koopavond en dan mocht je dus niet fietsen. Toen was er een pizzabezorger en die bracht dus pizza's rond op de fiets. Nou, ik ken dat zelf niet. Ik ken vooral dat ze op een brommetje of zo rijden. Maar ja, in grote steden is dat misschien heel normaal. En die kreeg dus een boete, want hij was aan het fietsen en dat mocht niet. 2 minuten later is hij weer aan het fietsen. Gewoon weer. Dus die handhavers komen weer naar hem toe. Ik heb weer een traanoog trouwens. Van, ben je hardhorig of zo? We hebben je net gewaarschuwd. Je hebt net een bekeuring gehad dat je niet mag fietsen. En je gaat weer fietsen. Nou, het interesseerde hem ook allemaal niet. Toen hebben ze ook gezegd, je gaat nu een steegje in dat je niet meer in de stad bent. Dat je niet meer hier gaat fietsen. Want anders gaan er echt andere maatregelen genomen worden. Want je bent nou gewoon een spelletje aan het spelen.
Ja, je wordt er blij van dat je mij een boete kan geven. Nee, ik word er niet blij van. Maar ik word er blij van als jij niet meer fietst, zei die man. Dus ja, dat vond ik wel een dingetje. Dan denk ik, dan krijg je al een boete van €65 en dan krijg je er gewoon weer een boete overheen. Nou, hoeveel pizzas moet je daar wel niet voor bezorgen? Wil je dat betaald krijgen? Nou, dat is toch bizar. Meester Frank Visser heb ik daarna gezien. Het was ook wel een heel bijzonder koppeltje. Die hadden een auto gekocht, maar volgens hun voldeed die auto niet aan de eisen. Dus ze hebben die auto weer teruggebracht. Het was een tweedehands auto. Alleen, zijn er niet heel duidelijk in geweest tegenover de verkoper. En de verkoper die heeft gezegd, als er iets mee aan de hand is, dan wil ik het ook gewoon repareren. Alleen hun hebben niks gezegd. En toen zeiden ze, nadat wij wegreden, voelde die auto wel niet goed. Waardoor die verkoper ook zei, ja, waarom draai je dan niet om en kom je terug? Ja, dat hebben we niet gedaan. Maar die man, de eiser, zeg maar, die had dus ook een vrouw. En hij zat dus continu op Marktplaats. Hij had gewoon een. Hoe moet ik het zeggen? Hij vond het leuk om auto's te kopen. Hij bleef op Marktplaats speuren of hij weer een auto zag. En toen zaten ze op een gegeven moment zaten ze bij die hoorzitting. En toen zei die vrouw ook nog: ja, maar ik wil dat meester Frank Visser mijn man een verbod oplegt dat hij niet meer op Marktplaats mag. Dat ik dacht: wat? En toen zei autoverkoper, die zei ook, die zet je man nu gewoon voor kak. Te kakken. Dat kan, dat is gewoon niet oké. Maar waar het dus punt het eigenlijk om draaide, dat die verkoper had gezegd, je krijgt €200 voor die auto terug. Want zo coulant was hij wel. Alleen dan moet die auto eerst weer verkocht zijn en afgeleverd. Maar toen is die vrouw dus continu die man gaan lopen appen en bellen. En volgens die verkoper was dat niet op een hele vriendelijke manier. Waardoor hij zoiets had, ja, je krijgt het hele geld niet meer, want ik ben er gewoon klaar mee. Nou, uiteindelijk was de uitspraak, hij moest het geld wel betalen, die €200. Maar die man die had wel een overwinningsgevoel, doordat hij niet afgeschreven was als een loesje autoverkoper. Dus dat hij wel gewoon zijn zaken netjes op orde had. Nou, dat was dan wel weer positief. Ik vond het ook wel een bijzondere zaak. Ja, ik ben daar zelf niet in thuis. Dus ja, je leert toch eens wat dingen op een andere manier kennen. Ik heb Klee gekeken, ik heb Rex gekeken. Dus ja, dat was het. Ik heb wat foto's bewerkt. Het is nog niet helemaal af. Het was weer best wel veel. Dus daar moet ik vanavond nog even mee verder. Maar komt wel goed. Ik ga nu eerst hier de stofzuiger door doorheen trekken. En dan ga ik de slaapkamer doen. En die moet ook opgeruimd worden. Want het is nog steeds een bende. Maar dan ga ik jullie dan bijzetten. Dat is ook wel weer even lekker om die eventjes goed te doen. Ik moet zeggen dat ik over deze nagel ook heel tevreden ben. Ik had dit kleurtje op. En hij begint nu te chippen. Bijvoorbeeld hier zie je het. Dat hij aan het chippen is. En dat is sinds gisteren. Dus op zich vanaf zondag tot en met donderdag vind ik best netjes voor een loodbeurtje dagelijk. Goed, ik ga nu eerst even lekker stofzuigen, want het kriebelt en ik moet al die brokjes opzuigen die het tijgertje uit het bakje heeft gemiept. Dus dat gaan we maar eens eventjes doen. En ik wil eigenlijk ook even de wasje aanzetten, want dan ben ik weer een beetje bij. Thank you.
Zo, daar was die draai nog. De slaapkamer is lekker schoon. Ik vind het altijd wel een heel fijn gevoel. Alleen als ik, ja, ik vind het altijd een beetje rotwerk. Straks lekker eten, douchen. Vanavond, het is vrijdag, dus het is natuurlijk tijd voor Vliegen Maastricht. Heel veel zin in. Daarna kijk ik even 5 Days Insights terug. 5 Days Insight, niet Insights. En ClearRx. En ik moet de video nog editen voor morgen. Artikel moet nog online, waar ik dus nog een paar foto's van moet bewerken. En nu ga ik lekker chillen. De baan die gisteren viel weer een beetje tegen. Ik vind toch de verhoudingen voor als je alleen bent met pasta maken best wel lastig. En ik ben dus niet iemand die het graag invriest en het daarna weer eet. Ik vind dat gewoon niet lekker. Dus ik wil gewoon als ik mijn eten heb gekookt, wil ik het eten. Maar dan niet nog een keer, zeg maar. En ik weet dat heel veel mensen dat wel doen, maar ik vind het gewoon echt niet lekker. Dus ja, dat is ook een beetje zonde. Maar het viel toch weer een beetje tegen. Probeer ik het elke keer toch wel weer. Maar ik merk toch wel dat ik het lastig vind met de verhouding, omdat je dan maar alleen bent. Van honing heb je tegenwoordig ook wel pakjes voor twee personen. Dus dat zou voor je eentje ook nog prima kunnen. Maar dan moet je ook weer heel precies zijn met die verhoudingen. Ik vind het lekker om een champignons in te doen. Maar je kunt champignons natuurlijk alleen maar per hele bakjes kopen. Dus het is ook niet zo dat je een paar losse champignons kunt kopen. En ik eet niet heel veel champignons. Dus als ik dan champignons eet, dan belanden ze weer in de koelkast. Als je zeg maar een paar eruit zou halen, dan kun je ze op een gegeven moment weer weggooien, omdat ik ze verder niet gebruik. Dus dat is gewoon een beetje zonde. Maar straks heb ik lekker frietjes met schnitzel, dus dat is wel lekker. Dus ja, ik ben weer voldaan. Ik ga nu even lekker chillen. Ik stuur jullie dan morgen weer, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker genieten dat alles nu schoon is. En vanavond lekker van de televisie. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 25 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het onwijs koud, maar dat is ook niet zo gek, want het is ook frisjes. Ik heb gisteravond even de was opgehangen. Alleen er staat nog een was die eigenlijk gedraaid moet worden. Ik heb een aantal dingetjes die even met naald en draad gedaan moeten worden. Ik wil even mijn nieuwe screen protector erop doen. En ik wil even wat bullet journalen. Zometeen eerst even stofzuigen. Want ik heb net ook even mijn teennagels geknipt en mijn ilt geraspt. Want ik had weer hele lange nagels. Waarmee ik mezelf weer heel erg aan het krabben was in bed. Dus dat was niet zo fijn. Dus die zijn ook weer kort. Gisteravond heb ik lekker Vliegen Maastricht gekeken. Dat was echt super mooi. Het was echt een hele spannende aflevering. Het ging over iemand die vermoordde zeg maar, mensen met een soort pijl. En er zat een bepaald kruid in. Waardoor dus eigenlijk gelijk als dat in je kwam, dan overleef je dat bijna niet. Tenzij je kunt door blijven ademen. Alleen toen werd Wolf dus ook geraakt met zo'n pijl. En toen moest Eva met zo'n slang naar binnen. En ja, dat was allemaal wel eventjes een beetje naar. Maar uiteindelijk heeft hij het dus wel overleefd. En dat had ik ook wel verwacht. Want als een van hun doodgaat, is het natuurlijk einde serie. Maar uiteindelijk hebben ze één dader wel gepakt en de ander die was overleden. Dus ja, het was gewoon heel spannend. En daar heb ik 5 Days Inside gekeken. Die was bij een kliniek voor verslaafden. Voor mensen van alcohol, maar wiet ook wiet, geloof ik. En nou ja, ik weet niet waar je nog meer daarvoor kon. Vlaamse pot gekeken. Cli Rex. En dat was ook alweer super schattig. Want Rex die zat. Ze moest in het ziekenhuis en de verpleegster die was bang voor een hond. En toen had ze dus bij Rex had ze van die blauwe. Ja, dat zijn van die blauwe dingetjes. Die kun je over je schoenen heen doen. Je moet ze vaak aan in het zwembad. Die had ze bij Rex om de pootjes gedaan. En een mondkapje op. Dat was super schattig. Ja, dat eigenlijk. Ik ga zo even mijn kaartje leggen, want die zit een beetje vol. Dan ga ik eerst even stofzuigen en dan ga ik daarna even wat dingetjes doen. Verder niet heel speciaal dagje, eigenlijk best wel relaxed op zich. Dus dat ga ik eventjes doen en dan ga ik jullie er gewoon bij zetten vandaag. Thank you.
Zo, opgeruimd. Helemaal koud. Ik ben wel heel erg blij met mijn nieuwe screen protector. Ik weet niet of jullie hem heel goed zien. En dit is dan het nieuwe hoesje. Dat vind ik ook wel leuk. Want nu zie je gewoon echt je iPhone er doorheen, zeg maar. Vind ik ook wel tof. En hij voelt ook echt heel erg lekker aan. Het douchegordijn hing. Die heb ik al wel een beetje laten zien. Maar misschien is het leuk om even nog een overview te geven. Dit is hem dan. Een beetje een bosachtig gebied, zeg maar. En hier staat een giraf. En ja, ik vind hem wel fijn. En hij hangt ook mooi. Hij sluit ook heel mooi aan. Ik heb zelfs nog ruimte gewoon over. Dus deze zit echt wel super goed. Super fijn. Ik heb de dingetjes gemaakt die ik maken moest ook. Heb ik ook klaar. Dus dat is top. En ja, op zich was het gewoon wel een lekker middagje. Vanavond kijk ik All Together Now. Wie ben ik? Komt een man bij de dokter. En Tilly en Rex. Dus dat wordt een beetje mijn avondje, verder niet bijzonder. Dus een beetje zoals altijd. Ik ga nu lekker relaxen, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Straks lekker warm douchen, want ik heb het hartstikke koud. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ja, de camera is bijna leeg en ik heb verder toch niks meer te vertellen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag, het is 26 januari. Ik zit lekker op de bak, ik heb de verwarming aan, ik heb het koud. Ja, ik ben lekker aan het relaxen eigenlijk. Ik ga zo even stofzuigen. Gisteravond had ik Wie ben ik gekeken en hoe heet dat andere stuk? All Together Now. Dat was wel leuk. Er zat een iemand in die heeft al heel veel voor tv gedaan, bij heel spelletjes en ook wat met Sinterklaas. Dus ik herkende hem ook gelijk, zeg maar, wel van het Sinterklaas gebeuren eigenlijk. Want de belspelletjes, dat keek ik nooit en daar was ik vast ook te jong voor. Maar die had ook deze aflevering gewonnen, dus dat was wel leuk. Klee gekeken, Rex gekeken, dat was ook weer zo schattig. Ze hadden een hondje. En ja, die hadden ze gevonden eigenlijk tijdens het hardlopen. Rex die zag een doosje liggen en zat dus een heel klein puppietje in. En Rex die ontfermde zich over het puppietje. Dat hebben ze al een keer eerder gehad, een klein hondje erbij. Dat was wel super schattig. En ja, dat was wel erg leuk. Dus ja, Rex die nam een beetje de vaderrol op zich. Het hondje ging nog steeds mee in de auto en dan gooide Rex weer een dekentje over hem heen. Uiteindelijk hebben ze het hondje gegeven aan een jongetje. Dat was iets met seksueel misbruik. Die vader die was vermoord en dat had zijn zus dus uiteindelijk gedaan. Dus ja, het was wel super schattig. Het was echt leuk. Dus ja, nu niet lekker aan het zitten, soms in Ajax. 2:30. Dat is ook altijd wel leuk. En ik moet even mijn foto's maken. Maar voor de rest wordt het een chill dagje. Zoals elke zondag eigenlijk. Ik ook wel even aan toe. Gewoon even lekker een dagje geen make-up en zo. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus ja, wel lekker. Dus ik ga jullie vandaag ook nergens bij zitten. Maar het zijn jullie wel gewend. En mijn zus zit me hier aan te kijken van ben je aan het doen? Nee. Oh, ze kijkt weer weg. Tage zit lekker bij de verwarming. Omdat hij hier op haar gezet. Dat is ook wel lekker. Lekker warm. Ook wel schattig. En ja, Mickey is een beetje miauwerig de laatste dagen. Die is heel erg aandachtvragerig. En continu op schoot. Maar dat doet ze sowieso wel. En dan moet Tage er ook bij. En soms komt Muis er ook nog bij. En dan denk ik, oh Muis. Muis is net wat zwaarder dan de andere twee. Ik heb nog niet mijn nagels gedaan. Dat doe ik vanavond. Ik heb wel de nagellak eraf gehaald. Ik moet echt zeggen, deze nagellak was wel echt heel erg goed. Want ik had hem nu echt. Ik had nu voor het eerst donderdag pas chips. En ik had de lamp neergezet. Dat was ik nog helemaal vergeten om te laten zien. Maar die lamp die ik had gekocht, die staat dus nu hier. Ik kan hem nu wel aanzetten, maar nu zie je het niet zo goed. Maar zo brandt het dus. Het is s'avonds heel gezellig. Maar ik vond dit wel een mooi plekje. En ik had hier heel veel stopcontact over. Dus ik dacht, ja, dat kan wel. Ik heb alleen daar geen tussenstuk tussen zitten. Want ik heb eigenlijk tussen al mijn lampjes heb ik zeg maar een tussenstukje zitten.
Waardoor als ik op het knopje druk alle lampjes aangaan. En in deze moet ik met de hand doen en dan vergeet ik het nog wel eens. Maar ja, ik vind zo'n tussenstuk wel heel erg handig. Maar je kunt volgens mij niet losse tussenstukjes kopen omdat er maar 3 gekoppeld zijn aan 1 afstandsbediening. Dus dat is een beetje lastig. Maar goed, voor de rest ja, vind ik hem daar wel heel erg leuk staan. Ik ben in een nieuw boek begonnen. Donderdag al. Nee. Gisteren was het. Nee, ja, nee, vrijdag. God, ik raak helemaal in de war van die dagen. Ik heb ook weer zo liggen dromen. Ik was iets aan het uitspugen. In mijn droom. Iets wat ik heel vies vond. En toen had ik dus mijn mond open in mijn slaap. Dus ik voelde het kwel er gewoon langs heen gaan. Echt heel vies. Het was weer zo'n rare droom. Ik wou net nog wat zeggen. Oh ja, dat boekwerk in mijn begonnen. Ik ben nu in een boek van Fieke Land bezig. En dat heeft echt ook wel hele leuke. Die heeft echt wel hele leuke boeken. Het gaat over een meisje die zag een man in de trein zitten die ze heel erg leuk vond in de metro. En die zag ze dus elke keer als ze aan het werk was, naar het werk ging. En hij verloor zijn telefoon. Maar ze vond hem wel echt een hufter, want hij is best wel, ja, best wel hard tegen zijn personeel en zo. Dus hij heeft een paar dagen die telefoon bij zich gehouden, omdat ze moest uitvinden van hoe die man heette en zo. Toen wilde ze die telefoon gaan langsbrengen. En ja, hij deed de deur niet open, zijn kantoordeur die liet hij dicht zitten. En ja, ze heeft hem toegesproken van je bent echt een hufter en zo. En ja, Mr. Big Prick noemden ze hem. Nou, en uiteindelijk had zij dus haar nummer achtergelaten in zijn telefoon, omdat hij de deur niet open deed. Toen heeft hij haar toch een berichtje gestuurd. Omdat zij een opmerking maakte van je moeder zou trots op je zijn. Dat raakte hem heel erg, want zijn moeder was dus overleden. Ja, even kijken hoe dat verder gaat. Ze hebben beide eigenlijk geen familie. Van haar weet ik het nog niet waarom zij geen ouders heeft. Rustig, Mickey. Hij heeft alleen een oma en die lag ook in het ziekenhuis. En toen gingen ze daarheen, toen ging zij ook mee. En toen was zij heel verbaasd dat hij wel over haar had verteld. Dus ja, het was wel echt een hele leuke, is echt wel een heel erg leuk boek. Dus ja. Als je van dat soort boeken houdt, Fieke Land heeft wel echt leuke boeken. Ze heeft ook een aantal, die zijn echt heel erg kort, die verhalen. Maar het zijn wel echt hele leuke boeken. Ik ga nu even stofzuigen, dan ga ik even kijken waar Ajax op komt. Ik hoop eigenlijk op Fox Sports 2, want ik heb eigenlijk niet zo zin in de stream. Omdat het niet echt lekker werkt, maar dat zal wel niet. Dus ik ga dat eventjes bekijken en dan ja, zie ik jullie sowieso nog wel eventjes later. Dag. Ik hang inmiddels op de bank. Ik heb wel de foto's gedaan, maar ik voel me echt totaal niet lekker. Ik ben moe. Hoofdpijn. Ja, ik voel me gewoon totaal niet fit. Gewoon, ja, misschien een beetje dat de griep toch een beetje toeslaat. Ik weet het niet. Ajax is ook baggerend. We staan 1-0 achter. Dus... het is allemaal even niks. Ik heb ook heel erg buikpijn. Dus ik ga zo lekker verder onder mijn kleedje hangen. En ik denk straks nog even slapen. En ik denk dat ik jullie dan ook gewoon morgen weer ga zien. Want het heeft niet heel veel nut om straks nog weer bij jullie terug te komen. Aangezien ik me totaal niet fit voel. Ik wil ook altijd even met mijn moeder, die had ik ook al geappt van, joh, ik bel even wat later, want ik voel me totaal niet fit. Gadverdamme. Sorry, ik zit gewoon te gapen. Ik ga even kijken tot hoe lang ik Ajax trek. Maar ja, op deze manier vind ik er ook weinig aan als het zo'n saaie wedstrijd is. En dan ga ik gewoon even lekker de bank op. Vanavond kijk ik wel Nederland tegen België. Paantje. Ik neem even smeren op Rex. En noodcentrale ga ik kijken. En dan ga ik later vanavond weer Klee en Rex kijken. En ik hoop dat ik fit genoeg ben om wel even mijn foto's te doen. Want die moeten wel even gebeuren voor morgen. En anders zou ik morgen overdag kunnen. Want ik heb morgen verder geen planning. Maar dat moet wel even gebeuren. Dus ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Sorry voor dit. Ja, jullie zijn het gewend op zondag. Een hele korte ding. Maar ja, ik voel me gewoon niet fit genoeg om echt volledig... vol gas te gaan vloggen, dus ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 27 januari, ik ben klaargemaakt. Ik voel me wel weer wat beter dan gisteren. Ik heb alleen nog een beetje hoofdpijn. Maar het kwam gisteren gewoon puur door die droom waarin ik dus zo vies
had gedroomd over iets wat ik in mijn mond had met dat eten. En ik voelde de hele dag, omdat ik in mijn droom die smaak heb geproefd, had ik het idee dat ik gewoon die smaak steeds terughaalde. Dat vond ik zo naar, vandaar dat ik gewoon even helemaal niet lekker was. Ik heb gewoon even lekker op de bank gelegen. Dus daarna ging het gelukkig wel weer wat beter. Ajax had gisteren verloren, dus dat was een beetje jammer. Dat was een beetje teleurstellend. Ik ga het even verwarmen, want het is koud. Dus dat was jammer, maar ja. Ik vond het ook eigenlijk nergens over gaan, want we hadden het kunnen winnen. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal het lakje er even bij pakken. Voor de mensen die dat interessant vinden. Ik heb namelijk dit kleurtje op. Het is rood en het is een kleurtje van Catrice. Het is deze. Deze heeft de naam 03 Cow on the Red Carpet. Dus... mocht je er benieuwd naar zijn, dit kleurtje. Gisteravond heb ik Holland tegen België gekeken. Was ook wel heel erg leuk. Leuk, er waren ook bekendere gasten aan de Nederlandse kant. Xander de Bousonnier en Jeroen van Koningsbrugge. En Ruben Nicolai is standaard de teamcaptain. Aan de Belgische kant is dat Niels de Stadsbader. En dat doet mij denken aan vroeger, toen Nathalie en ik nog allebei thuis woonden en een stuk jonger waren, keken we wel eens. Je had zo'n televisiezender, dat heette Nickelodeon Music of zo. En dat hadden wij als we dan wat aan het doen waren, waar hadden we dat wel eens opstaan. En dan kwam dus ook een liedje van Niels de Stadsbader langs. En ik had zo'n gruwelijke hekel aan dat nummer. Dus elke keer als die gozer voorbij komt, dacht ik van moet dit? Maar daar denk ik dus aan als ik hem zie. Ik weet niet eens hoe het liedje gaat. Dus ja, dat heb ik verdrongen. Maar nou ja, en Evi Hansen. En dat weet ik toevallig dat die ook heeft meegedaan aan... hoe heette dat programma? Dat die BN'ers gaan zingen. It Takes Two. Maar toen was het nog op RTL 4. En nu is het naar RTL SBS 6 gegaan. Ik heb de noodcentrale gekeken. Ik heb een baantje gekeken. Dat vond ik nu ook wel heel erg spannend. Er komt nu wel wat meer in. Dus dat is fijn. Klie. Ja, had ik, eergisteren had ik weer een kerstaflevering. Dat ik dacht van ik word er nou wel een beetje moe van. En die kerstuitzendingen. 1 gaat nog. 2 is nog dat ik denk. Oké. Maar 3. Nou ja, goed. Als ik dat nog 2 seizoenen ga hebben. Dan staat mij nog sowieso nog 2 kerstafleveringen te wachten. Maar goed, Rex was ook leuk, dus ja, ik heb mijn foto's bewerkt, dus verder was het gewoon lekker relaxed. Vandaag heb ik eigenlijk niet echt een planning, ik ga zo even stofzuigen, ik wil even bullet journalen sowieso, want ik heb gewoon een rustig dagje. Deze was, die moet even opgevouwen worden, want ik wil even een nieuwe was aanzetten. En ik wil even mijn wasmand wassen. Dat klinkt heel raar, maar ik heb op mijn slaapkamer voor mijn kledingwas heb ik zeg maar een wasmand met 2 vakken. En nou heb ik al een beetje verteld dat ik een beetje alles aan het vervangen ben in huis. Wat me doet denken aan de tijd dat ik nog met iemand was. Nou, die wasmand is er daar ook eentje van. Alleen in dit geval is het een beetje dom om die te gaan vervangen. Want ten eerste, ik vind hem super fijn. Ten tweede, zou ik een andere kopen? Zou ik precies dezelfde terugkopen? Ja, het is gewoon een beetje zonde van je geld om dat te gaan doen. Alleen maar omdat je die hebt gebruikt toen je nog met iemand was. Terwijl, als ik dezelfde zou terugkopen, blijft die herinnering ook alleen dat ik hem dan alleen gebruik. Snap je? Maar toen kwam ik toevallig op Facebook, had iemand zo'n wasmand erop staan. Er stond erbij dat je die kon wassen. Dus dat wil ik zo even uitzoeken op hoeveel graden die kan. Dan ga ik hem gewoon wassen. Ik moet alleen even de was die er nu in zit even in een gewone wasmand. Want ja, de was en ik, we raken nooit uitgewassen in ieder geval. Had ik verder nog wat te melden? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Ja, dat boek wat ik aan het lezen ben, dat heeft nu een hele bijzondere wending gekregen. Maar ik vind het me toch leuk. Ja, nog 2 avonden en ik ben er doorheen. Dat is ook alweer het feit. Vaak met boeken van 250 bladzijden heb ik een dagje of... nou, ik lees meestal 50 bladzijden per avond. Ja, dat is voor mij een dingetje. 50, 100... 5 dagen ben ik er doorheen dan.
Rekenen en ik zijn ook geen goede combinatie. Maar dat had je misschien al bedacht. Wat ik wel heel lief vond, is al jullie leuke reacties op mijn nieuwe bril. Dat jullie hem allemaal heel leuk vonden. En dat ook mijn make-up beter tot z'n recht kwam. Nou, dat ben ik het zeker mee eens. Dus ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Goed, ik ga even een wasje aanknallen. Ik ga even zometeen wat boodschappen naar boven brengen. En ik ga jullie proberen wel ergens bij te zetten. Vandaag zullen we even wat opvouwen van de was. En ik denk even met bullet journalen. Dus dat is de planning. Zo, ik ben klaar met alles. Mijn was die draait nog. Mijn andere was die ligt al in de kast weer schoon en wel. Ik heb alleen nog niet die wasmand erin zitten, want die moest op de handwas. Dus die doe ik daarna even. Dan heb ik eerst even deze weggedraaid en kwam daarna die andere erin. Want ik heb nog wat dingetjes voor de handwas. Stond gelukkig in een label in de andere kant. Ik denk, nou, dan ga ik het ook niet gokken. Ik heb ook mijn rommelhok nog opgeruimd. Dus ik heb de boodschappentas weer in een doos gezet. Ik kan er in ieder geval weer lopen. Ik moet er nog wel meer opruimen. Maar het begin is er in ieder geval. Dus dan kan ik misschien van de week nog even mee verder. Wat dingen die overstuur zijn die weg kunnen. En ja, dat ruimt ook wel lekker op. Dat vind ik ook wel een fijn gevoel. Dat zat me al een tijdje dwars. Maar het is nog niet helemaal perfect. Maar het begin is er in ieder geval. Nou, ik heb zich wel een lekker middagje gehad. Vanavond kijk ik Married at First Sight. Ik kijk naar uitstel van executie. Naar Clearex. Ik moet mijn artikel schrijven. Ik ben nog even bezig met een persbericht. Maar ik weet niet of die al de deur uit mag. Straks lekker koken. Heb ik ook wel zin in. Maar even lekker gezond. Ben ik wel weer aan toe. Dus ja, het wordt een avondje verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te melden. De katten hebben net gegeten. En ik ga even lekker relaxen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 28 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje jurk omhoog. Nodig mijn haar verven. Maar ik moet even verf kopen, want dat heb ik niet in huis. Vandaag zijn de standaard dingetjes aan de beurt. De kattenbak, de gang en de douche. Moet ik wel even uitkijken met de douche. Want ik had vorige week... Ik gooi altijd heel veel chlor in mijn douche. En dat had ik dus vorige week ook gedaan. Toen gleed ik dus mijn douche bijna onderuit. Dus dat was niet zo heel praktisch. Dus moet ik nu even naar kijken. Heb ik voor de rest nog wat? Nee, niet heel veel. Gisteravond lekker bij dingetjes gekeken. Married at First Sight. Ik moet nu nog één koppel trouwen. Maar dit seizoen ben je er gewoon snel doorheen. Omdat het dus twee avonden in de week komt. Ik heb uitstel van executie gekeken. Dat is ook wel mooi. Maar ook wel bijzonder. Wat heb ik nog meer gedaan? Mijn eigen serietjes. Glee. Rex. Klee, dit seizoen, ik zei elke keer zei ik heel erg leuk tegen jullie. Ja, nu ga ik eigenlijk naar de seizoenen met maar 12 afleveringen, maar dat is helemaal niet. Ik denk dat dat pas vanaf seizoen 5 is, omdat toen een van de hoofdrolspelers is overleden. En daar hebben ze dus nog wel twee seizoenen omheen kunnen bouwen. Maar seizoen 4 heeft er dus gewoon nog 22. Maar bij seizoen 5, dan hebben ze dus ook echt een gedenkaflevering voor die persoon. Want wat ik heb begrepen is dat hij in de serie dus ook doodgaat. Ja, wat moet je anders? Hoe moet je anders een serie verder afmaken als er nog zo'n groot hoofdrol, zo'n grote hoofdrol in zat? Ja, iemand is ineens dood. Dus ja, dat ben ik wel heel benieuwd naar, maar daar ben ik voorlopig nog niet. Rex was ook weer mooi. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb mijn...
persbericht ingepland. Die is ook al online gekomen vanmiddag. Ik heb alleen nog niks in de vlog gedaan. Daar baal ik een beetje van. Want ik was de afgelopen weken elke keer lekker vooruit aan het werken. Met dat ik al zover was met editen. En nu nog helemaal niks. Dus dat is niet heel slim van mezelf. En waarom ik het niet heb gedaan weet ik eigenlijk niet. Ik denk omdat de laptop weer een beetje vol zat. Dat soort shit. Dus dat is niet zo heel slim. Ik ga even een wasje erin doen. Die wasmandzakken had ik op de handwas gedaan. Dat ging eigenlijk heel snel. Ze kwamen er ook eigenlijk nagenoeg al droog uit. Dus die hangen ook alweer netjes terug. Maar dat was wel heel goed gegaan. Ik voel nu alweer heel lekker fris dat ze schoon zijn. Wat zwarte was hangt hier. En dan kan ik nu even de witte handdoeken zo meteen erin doen. Ik ga even een muziekje aanzetten. En dan ga ik hier gewoon bij zitten. Want des te eerder ben ik ook weer te luisteren. Zoals ik altijd zeg. Dat vind ik ook wel lekker. Ja, wie weet wat ik als ik de groente heb schoon. Maar dat ik dan nog wat aan de vlog kan doen. Maar dan moet ik even kijken. Dus... Het is wel koud. Het is ook regenachtig buiten en weierig. Af en toe schijnt het zonnetje, maar ja, het is vreemd weer. Goed, ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik wat doen. Zo, katten hebben net gegeten. Alles is al schoon. Nou ja, de groente is afgehaald. En ik ben al even met de vlog begonnen. Ik ben nu al bij zaterdag. Dus ja, het gaat soms best wel snel. Dus misschien dat ik daar vanavond tussendoor nog even wat mee verder ga. En anders dan maak ik hem morgen gewoon af. Want zo heel veel werk blijkt er dus helemaal niet te zijn deze keer. Ja, dat is het eigenlijk nooit. Alleen ik zit er altijd. Ik ben er toch meestal wel een uurtje of twee mee bezig. En denk ik, oh ja... Gauw, weet je wel. En dan hoef ik nou alleen nog even de muziek eronder te zetten. En dan gewoon de beelden achter elkaar. Dus ik ben nu al bij zaterdag. Dus het gaat lekker vlot. Vanavond kijk ik 4 Handen op 1 Buik. En ik neem Married at First Sight even op. Dat kijk ik dan daarna. Dan neem ik 5 Days in Sight ook even op. Dat kijk ik dan van de week. Want dat vind ik ook altijd wel erg interessant. Maar ik vind 4 Handen op 1 Buik. Dat heb ik altijd al gevolgd. Dat vind ik echt een heel erg mooi programma. Ik moet foto's bewerken nog. Ik kijk natuurlijk Lee en Rex. En morgen komt om 12 uur mijn bezoek al om boodschappen te doen. Dus ja, voor de rest wordt het redelijk rustig avondje. Gewoon lekker GTSD, gewoon met dingetjes. Straks lekker even douchen en eten. En dan kunnen we voor de televisie gaan hangen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het knopje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daar kan je het belletje aanzetten, want dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je eigenlijk bij de volgende video gewoon weer te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende.